Hoi, mijn naam is Christine Wijnen en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast van Thijs Lintouw. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Ja, welkom oh, Christine. Ja, jij zo, ja wat zijn moet ik er we, doen? Zijn we live? Uh, zijn we live? Wat gebeurt hier? Je komt naast <laughs> me zitten en je doet niks. Ja, maar wij horen hier in de studio ook de jingle. Lieve luisteraar. En uh, dat gaat gewoon heel, heel knullig. Ik ben al zo gewoon gebleven. Druk ik op ja. een knopje en dan sprint ik hier naar mijn barkruk... om op tijd hier te zitten. Gewoon spontaan. Ja, hè? Ja, ik like it. Ja. ja, Nou, we hebben een urenlange een voorbespreking gehad. Ja. We hebben even alles doorgenomen. Ja. We hebben een script, een autocue. Nee, ik vroeg aan Christine, uh, dames en heren, um, ja, wat, 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 wat uh, vragen over wat is een manifestatie-expert en uh, waar heb jij je inspiratie vandaan? En uh, um, uh, je hebt een formule ontwikkeld waarmee je je oude verhaal over jezelf kan transformeren naar een nieuw verhaal. En eigenlijk met een aantal halve antwoorden van jou dacht ik, oké. Okay, Laten we niet verder praten. Laten we gewoon lekker dat interview induiken. Want ik ben zo nieuwsgierig. En uh, dat moeten we gewoon bewaren voor, uh, voor de luisteraar. Dus Precies. ja, welkom, lieve luisteraar. Uh, naast mij zit dus Christine Bijnen, oprichter van Cosmic Life. En je zou jouzelf uh, manifestatie-expert kunnen noemen. En de vraag der vragen wil ik zo aan jou stellen: namelijk, wat is manifesteren eigenlijk? Want sommige mensen die zitten nu misschien super-excited van ja een beetje de secret en uh, alles is uh, energie en kosmos... en ik bestel uh, ik doe een bestelling als ik iets wil ja, nou, een bestelling ja, ja. bij de kosmos. Ja. en andere mensen hebben nu misschien nekharen die overeind staan van ja krijgen we die oh. bullshit en ja. oh je kan alles bereiken en uh, hoe zit het dan met de kindjes in Afrika of ja. whatever ja, wat voor ja, weerstand ze ja, voelen precies maar voordat we naar die vraag gaan, dus Falsch in Sidbels lieve luisteraar, we gaan het gewoon een uur hebben over manifesteren, maar dus ook over hoe je jouw oude verhaal over jezelf kunt transformeren naar een nieuw verhaal. Want het oude verhaal heb je mogelijk niet bewust gekozen en is mogelijk niet het meest motiverende en stimulerende uh, en bekrachtigende verhaal. En als je denkt, je mag kiezen, dan kun je er wel een heel bekrachtigend verhaal van maken. Dus daar gaan we naartoe. Maar allereerst, dat is de, ja, de standaardvraag die jij ook hebt gehoord in het interview, die je hebt geluisterd, als voorbereiding voor deze podcast. Klopt. Dus die kreeg jij nu, lieve Christine. Wat wil je worden als je later groot bent? Mm, ik heb hem inderdaad gehoord, maar ik dacht niet van: Oh, nou ga ik hier een antwoord op bedenken. Als ik later groot ben, wat ik heel graag wil worden. Ja, jeetje, Mina. Ik heb hem wel gehoord. Ik, ja, wat zou ik worden? Jezus, zo'n vraag zeg. Nou, ik denk um, vanaf wat nu mijn droom zou zijn, hoe ik nu in het leven sta, is dat ik mijn kennis dat ik dat met nog veel meer mensen mag, uh, mag gaan delen. Dan dat ik dat nu doe. En ik doe dat nu al, ik deel het nu al met heel veel mensen. Dat vind ik geweldig. Maar mijn grootste droom is dat ik op een podium sta met in een hele volle zaal en met een fantastisch groot scherm achter mij wat met allemaal vette visuals wat laat allerlei dingen laten zien over energie en over hmm. hoe je gedachten je werkelijkheid creëren dat is dat is mijn droom ik weet niet of er een naam voor is er is denk ik geen job description voor maar dat is dat is mijn droom dat is mijn visie ja daar heb ik zelf niks mee <laughs> <laughs> grote podia en visuals nee, en, en special effects. Nee, nee. nee, dat resoneert uh, totaal niet. Uh, super tof. en wat, uh, ja, toch even dan een kritisch vraagje. wat brengt jou dat, Christine? dus stel jij kan je boodschap met nog veel meer mensen delen. wat, wat brengt jou dat? wat maakt dat jij er dan zo gelukkig van wordt? nou, wat mij nu al dagelijks zoveel, uh, waar ik nu dagelijks echt al zo blij van word... en uh, is eigenlijk de berichten die je krijgt van mensen die zeggen van, ja, je ik kan het gewoon echt niet geloven wat ik nu weer heb meegemaakt. Zo bizar en, 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 en zo overweldigend eigenlijk. En vaak ook heel emotioneel. En dat mensen stappen echt zetten in hun leven. En dat ik, dat ik daar aan bij mag dragen, dat is echt... Een super, super groot geschenk. Ja. Dat vind ik. En dan heb je het over dat bijzonder. mensen jouw methode toepassen ja. voor ja. manifesteren, voor het aanpassen van je verhaal ja. en daar verbluffende resultaten ja. mee te halen. Ja. 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 Daar word je gelukkig van. Ja. En van waar dan, dat dan het podium? Ja. Want je kan ook, in principe kan je online nog veel meer mensen bereiken ja. dan op een podium. Van waar dat podium? Uh, ja, dat is voor mij ook weer iets, iets nieuws en iets, iets spannends. En ik denk uh, dat ik dan heb contacten. Dan kan ik rondlopen ja. en dan kan ik uh, de mensen aankijken. En uh, ja, dat lijkt me echt, dat lijkt me echt fascinerend. Tof, ja, en het is ook... Vet. Ik leg nu woorden in je mond, maar corrigeer me als het niet juist is. Ook de, de aandacht of de, de, de feedback is natuurlijk ook gewoon hartstikke opwindend. Toch? Van het podium dat je dan... Uh, en dan bedoel ik gewoon eigenlijk een hele positieve zin. Dan, dan, dan voel je direct dat je mensen raakt. Dat je bij mensen binnenkomt en je krijgt het terug. En, en dat, dat, dat is ook een stuk waardering en Natuurlijk. beloning voor je ja. eigen effort. Ja, ja, ja. Meer ja. dan uh, op Instagram die likes of inderdaad ja. nou, fan uh, dan Ja, klopt. Het podium is echt die magie die je creëert ja. met zo'n zaal. Ja, het lijkt me echt super cool. En omdat ja. de live met z'n allen ook in zo'n zaal, zeg maar, de frequentie en de energie eigenlijk te verhogen, dat, ja, dat lijkt me echt fantastisch. Oké, okay. ja. cool. Wat is. Manifesteren. Voor okay. mensen die het wel kennen, niet kennen, die er een positief vooroordeel, negatief vooroordeel, wat is manifesteren? Ja, oké, okay, let's roll. Ja. Wat, uh, ja hoe ik daar naar kijk, hoe ik het uitleg, is dat het, kijk, normaal zijn we mm, opgevoed en we denken, zeg maar, in termen van oorzaak-gevolg. Ja, dat is het Newtoniaanse denken. Uh, dat gaat erover dat jij denkt, uh, dat jij zegt, nou oké, okay, over drie maanden heb ik dit af. Of over een jaar wil ik zoveel geld in mijn spaarrekening hebben. Ik zeg yeah, maar even wat. Yeah. Of ik wil deze droombaan en ik ga nu dus, honderd uh, brieven uitsturen uh, naar iedereen. Naar, en ik ga mijn best doen en ik ga struggelen en ik ga controleren en ik ga stressen en ik ga hasselen om, uh, om mijn doelen te bereiken. Yeah. Nou, dat is zeg maar uh, het oorzaak-gevolgdenken. En zoals we allemaal zijn opgevoed, uh, tenminste ik denk iedereen die luistert is nog zo opgevoed, dat het, dat het zo werkt. En dat je er heel hard voor moet werken. Maar manifesteren hoe ik het uitleg, dat gaat veel meer over dat, jij, dat je gedachten en je overtuigingen, vooral je overtuigingen en je emoties, dat die stimulerend, zodanig stimulerend zijn, zeg maar dat die aansluiten op wat jij wil. Mm -hmm. uh, dat jij jouw binnenwereld eigenlijk verandert. En doordat, jij, doordat je overtuigingen en emoties afstemt op wat je wil... verandert eigenlijk je, je elektromagnetisch veld. Even alvast om wat yeah, termen yeah, erin te gaan gooien. Yeah. Maar daardoor verandert jouw energieveld. En als jouw energieveld verandert... dan verandert de buitenwereld om jou heen yeah. met zich mee. Yeah. Nou, manifesteren gaat er dus over dat jij nergens heen gaat... Om je doel te bereiken. Ik mm. heb het ook niet over Jij dat je geest... nog meer op jouw eiland blijven uh, en vanuit daar die energie uitstralen. En dan komt jouw doel naar jou toe. Ja, nou dat is natuurlijk een, een, een oefening. Ja. Hè, want het is niet zo van ik doe niks en ik ga alleen maar denken en voelen en op mijn meditatiekussen mm -hmm. zitten. En alleen maar denken van um, dit is mijn intentie en ik, ik, en ik blijf zitten waar ik zit. Nee, je moet ook laten zien en actie ondernemen in lijn met wat je wil manifesteren. Dus in lijn met je intentie. Maar het gaat erover die dunne lijn, zeg maar, dat je gaat overstressen en dat je gaat kijken van waar blijft het nou en wanneer komt het nou tot mij en dat je, en, uh, dat je zeg maar gaat overanalyseren. Dus dit gaat erover dat je, dat je een intentie zet en dat, dat, je de dingen, dat je de kansen en de mogelijkheden, de synchroniciteiten met jouw energie naar jou toe trekt die eigenlijk jouw intentie gaan manifesteren zo leg ik het uit. Ja, nou, we, ik gaan, we hebben ja, nog gelukkig nog een uur. We hebben om... nog een, precies. Echt, uh, uh, die ja. hebben we nodig. Die, die Dat hebben, nodig. hebben we nodig. Um, samengevat, zoals ik hem voel, is je, je, je verandert dus niet de buitenwereld. Ik ga 600 sollicitatiebrieven versturen, ja. maar je verandert je binnenwereld. Ja. Um, ik wil zo naar de hoe gaan. Want hoe verandert ja. je dan die binnenwereld? Ja, ja. En we hebben voor het luisteraar ook iets heel tof's op thijslinhthout.nl/slash manifesteren. En daar gaan we later nog meer over vertellen. Um, maar Betekent dat dan, dus los van hoe je het doet, dat gaan mensen zo leren. Uh, en laten we binnen dit voorbeeld blijven: van je wil die droomjob. Oké, okay, je gaat niet die 600 sollicitatiebrieven versturen. Dan verandert iets in je binnenwereld. En, en ga je dan gewoon het leven in en, en je wacht tot die kans op je pad komt? Um, nou, dus wat je dan inderdaad doet, is dat je je intentie zet. Nou, ja. nou kom ik toch eigenlijk alweer op de hoe-vraag. Ja, helemaal goed. Want dan moet ik dat toch gaan uitleggen. Ja, te gek. Kijk, wat het vaak zo is, is dat je. Als je een bepaalde intentie hebt of een doel... dan gaat heel vaak gaat jou, uh, jouw analytische mind... die gaat zeggen, ja, maar hoe gaat dat? Hoe, hoe is dat dan in godsnaam mogelijk voor mij? He, bijvoorbeeld ja. die, die laten we bij de droomjob, uh, zeg maar, blijven. Um, ja, hoe gaat mij dat dan lukken? Er zijn nog tien andere, honderd andere kandidaten voor mij... die beter zijn dan ik. En ja. eigenlijk wat er, wat er dan al gebeurt... is dat je, je gedachten... die gaat dat eigenlijk al weerstand oproepen. Ja. Mm, yeah. Um, wat je dus eigenlijk doet met. Uh, ma met manifesteren, tenminste, hoe ik het uitleg. is dat je. dat ik gebruik meditatie als tool. Yeah. om naar je binnenwereld te gaan. Yeah. En wat gebeurt er dan. dan ga je van een beta. naar een alfa-staat. naar een theta staat dus lagere hersenfrequentie, lagere hersengolven. En zodra je naar de. naar de andere alfa komt. wat er dan gebeurt. is dat je binnenwereld wordt echter dan je buitenwereld. Als je naar de theta gaat. wat, wat er dan nog verder gebeurt. is eigenlijk dat. Alle die analytische mind. dat stemmetje wat zegt dat het niet kan. die wordt eigenlijk rustiger. die wordt uitgeschakeld. En tegelijkertijd. krijg je daar in de data. krijg je toegang tot je onderbewustzijn. En dat is waar de magie gebeurt. Als je daar toegang toe krijgt. tot je onderbewustzijn. dat is waar je nieuwe overtuigingen. over jezelf kunt herprogrammeren. Ja. als het ware. Ja. En kijk, jouw hele leven. Uh, is een imprint. is een. als ik zeg maar. Als ik jouw hersenen, als ik daar een uitdraai van zou maken. van alle neurologische verbindingen in je hersenen. Voor alles in je leven wat je hebt, heb je neurale paden aangelegd. Ja. Ik weet niet of je gasten hebt ongetwijfeld gehad. die het al over hebben gehad. Hè? Dus ja. dat neurologische verbindingen. iedere keer als je een gedachte hebt. dan vormt dat een neurologische verbinding in je, in je brein. En hoe vaker je die gedachte herhaalt. hoe dieper ingesletener die paden worden. Ja. Op basis van die ingesleten paden. van je overtuigingen, daar ga je naar gedragen. Dus dat gevolg is gedrag. Ja. En het gevolg van gedrag: hoe vaker je gedrag herhaalt, hoe meer het een persoonlijkheid wordt. Ja. Hoe meer dat jouw persoonlijkheid wordt, ja. hoe meer jij dezelfde resultaten creëert eigenlijk in jouw leven. Dus ja, en krijg... hoe meer je, denk ik, ja, daarmee wil identificeren. Van ik ben nou eenmaal zo, of ik, ik doe het nu eenmaal zo. Ik doe het nu eenmaal zo. Ik, dit, is ja. mijn, 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 zo dit is hoe ik er naar kijk. Dit is, uh, hè, dit is allemaal van vroeger allemaal opgebouwd door je jeugd. Uh, ouders, wat je ouders hebben gezegd. De, het conventionele denken, of wat, wat we in allemaal in Nederland denken. Hè? Ja. Geografisch ook nog bepaald. Um, hè, wat, wat hebben we in Nederland allemaal? Het Calvinistische inslag, natuurlijk. Het ja, mag allemaal niet te duur zijn. Mm -hmm. en, uh, het is allemaal overtuigingen. Ja, die ja. zijn allemaal geprobeerd. Van jezelf, van je omgeving, ja, van je, van je cultuur, precies. van het ja. land waar je woont. Zelfs de spullen die je hebt. Alles voor de mensen met wie je omgaat, heb je neurale paden. Ja. En die gaan aan. Hè? Zodra je dus die je wordt eigenlijk constant door je omgeving je getriggerd om bepaalde gedachten te denken. Ja. Die gedachten die communiceren via neurotransmitters. Met hormonen in je lichaam. Nou, die maken dus met hormonen, met klieren in je lichaam en die maken hormonen aan. En die hormonen, die leiden ertoe dat jij op een bepaalde manier gaat voelen. Ja. Nou, dat, dat denken en dat voelen, dat leidt ertoe dat jij een bepaalde energie gaat uitzenden. Dus ja. dat maakt die staat van zijn, bepaalt um, de trilling eigenlijk, de, de, het signaal wat je uitzendt. Ja, dus je gedachten... Uh, ja, God, hoe vaker je een bepaalde gedachte hebt gehad hoe dikker dat neurale pad ja. is, dus hoe makkelijker jij ook dat pad gaat volgen. Ja. Dat heeft invloed op je klieren, die beïnvloedt op de aanmaak van je hormonen ja. en de aanmaak van je hormonen heeft invloed op hoe je je voelt. Klopt. Ja. ja. En ja. dus de echt de essentie van de, of de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak dat dat begint eigenlijk bij die gedachten. Ja, en klopt. Die, ja. die zijn deels bewust, maar voor een veel groter gedeelte onbewust. Ja, en en dat is ook zo interessant hieraan dat ja, je hebt vast wel gehoord 60.000, 70 70.000 gedachten per dag waarvan de meeste hetzelfde zijn als gisteren. Maar als je dus, dat betekent dus dat als jouw persoonlijkheid en als jouw gedachten en jouw emoties je werkelijkheid creëren, en dat is, altijd maar, het is bijna altijd het merendeel als hetzelfde als dat van gisteren, ja. dan creëer je dus hetzelfde. Ja. Nou, daarom kan je dus eigenlijk ook nooit een nieuwe werkelijkheid creëren zonder dat je echt naar jezelf gaat kijken. Ja. Zonder dat je gaat kijken van, oké, okay, maar wat zijn mijn overtuigingen dan over het specifieke, hetgeen wat ik wil manifesteren? Wat denk ik daar eigenlijk over? Wat, welke emoties voel ik ja. uh, dagelijks? Welk gedrag vertoon ik dagelijks? Welke, welke woorden gebruik ik dagelijks? Ben ik mezelf dagelijks iedere keer aan het zeggen: van ik ben niet goed genoeg? Of he, wat is het eerste als een vriendin opbelt? Ga je dan klagen? Ga je roddelen? Voel je afgunst? Alles is energie en heeft dus een impact eigenlijk op, op jouw werkelijkheid. Ja, dus je begint met: oké, okay, ik wil X manifesteren. Wat zijn mijn gedachten, mijn overtuigingen op dit gebied? Ja, ja. Um, en heb je daar ook een soort van meditatie voor om die, want het is misschien niet voor iedereen even makkelijk om eventjes die overtuigingen op te lepelen. Zijn er ook hulpmiddelen voor? Um, nou, kijk, bij de uh, meditaties in ieder geval die, die ik maak, zit ook altijd een werkboek. En daarin staan vragen. En wat denk ik heel erg helpt, is als je gaat nadenken. Kijk, de meeste mensen denken al überhaupt niet echt na over wat ze überhaupt willen in hun leven. Dus dat vind ik al een hele belangrijke stap. Dus de eerste stap is inderdaad dat je gaat kijken: oké, okay, maar wat wil ik dan? Wat zou mijn intentie zijn? Wat zijn mijn diepste verlangens? De tweede stap is inderdaad dat je gaat kijken: oké, okay, maar wat denk ik daar dan over de hele ja, tijd? Ja. En, en zijn die gedachten in lijn of, zijn ze, of is er weerstand? Ja denk ik dat ik het eigenlijk niet kan. Of denk ik al meteen, ja, maar hoe dan? Ja. Nou, dat hoe is, niet, is gewoon niet aan jou. He, dat, dat, dat is not up to you. Dat, kan, dat, mag, dat ja. mag zich laten ontstaan. Ja. Dat mag je laten ontvouwen, zeg maar, de hoe-vraag. Ja. Nou, en vervolgens ga je kijken van... oké, okay, maar wat is dan... Uh, welke emoties zou ik willen uh, ervaren in die toekomst? Dan ga je een visualisatie uitschrijven. Dan ga je kijken, oké, okay, wat, wat heb ik allemaal in die toekomst? Wie... Uh, wat maak ik dan allemaal mee? Wat zijn de avonturen? Wat, uh, uh, hoe praat ik dan misschien anders? Wat voor karaktereigenschappen heeft die versie van mij nodig? Die bijvoorbeeld overvloed heeft. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Ik zeg maar even wat. Ja. Dus eigenlijk ga je denken. Ga je een nieuwe versie van jezelf creëren. Ja. Dat, nog voordat je de meditatie eigenlijk ingaat... En ja, zeg maar bij het. Uh... En dat, dat is wel echt even een stukje denken. Dat is gewoon even met het werkboek even ervoor zitten. Dat is ervoor even vragen gaan zitten. Ja. en ja. goed voelen. Ja. En dan heb je een beeld geschetst van nou, het leven wat je wil. Of de persoon die je wil. Of in elk geval het doel wat je wil bereiken. Ja. En alles wat erbij hoort. Ja. Ja, um, ja en dan. Is het, ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar ik wil toch eventjes... Uh, 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 want dan ga ik toch weer naar de hoe toe. Ja. Ik, ik ben nieuwsgierig nog... nou, naar. naar, naar um... Ja, misschien is mijn vraag ook al tot hoe ver rijk dat. Als ik kijk naar mijn persoonlijke droom... ik ben lekker bezig met theaters... en uh, over het algemeen verkoop ik overal in Nederland wel zalen uit... tussen de twee en vierhonderd mensen. Ik ben een keer een uitschieter in het Beatrix Theater. Weet mijn vaste luisteraar ook. Ook die was uitverkocht. Maar ja, ik droom wel van groter. Ik wil wel, zoals de grote jongens... zoals een, een Guido Weijers bijvoorbeeld... wil ik ook wel veertig of zestig shows doen. En niet in de middelgrote zalen, maar in de grote zalen. Ja, nou, Dan zou ik deze dus hele oefening op los kunnen laten... Maar, komt die al, ja, ja, ja. de gedachte. Ja, realistischerwijs, de luisteren 10.000 mensen deze podcast. Ik heb 14.000 volgers op Instagram. Uh, realistischerwijs is mijn bekendheid gewoon niet groot genoeg... om uh, verspreid over een hele tour 60.000 tickets te verkopen. Ja, nog niet. Nog niet, nee. precies. En, uh, ja, dus ho ho hoe verhoudt zich dat dan? Hè? En dan kan ik dan nu jouw stappen gaan volgen, wat ik absoluut ga doen... Maar hoe uh, realistisch is dat, zeg maar? Ja, okay, uh, en ja. zit er een grens aan hoe groot je dan ja, mag manifesteren? Kijk, ja, nu wordt het echt leuk. <laughs> okay, dames en heren, ze gaat aan. Ja, ik uh, ga er even goed voor zitten. Kijk, dan gaan we het hebben over quantum kwantumveld. Ik weet niet uh, of je daar wel eens van hebt gehoord. Uh, of dat je gasten in je podcast hebt gehad. Uh, die het daar misschien al over hebben gehad. Be leg ik, het uit. Oké, okay, ik, ga, ik ga het uitleggen. Nou, er is dus zoiets als een kwantumveld quantum veldtheorie... Ja. En um, de kwantumveld is, of kwantumtheorie, is een deel van de natuurkunde. wat kijkt eigenlijk naar de kleinste deeltjes binnen de kleinste deeltjes. Ja. Echt naar atomen, subatomen. En wat speelt zich daar dan af in die subatomen? Nou, en uh, als je dan kijkt, want alles bestaat eruit: hè? Dus alles bestaat uit die atomen, die subatomen, fotonen, protonen, elektronen, uh, noem het dan maar op. Wij, menselijk lichamen, maar ook uh, de, de, de tafel, de bank. Uh, alles bestaat uit die kleine, hele kleine deeltjes. Ja. Nou, wat hebben ze nou uh, ontdekt? Is dat eigenlijk binnen die uh, subatomen... dat eigenlijk 0,0000001% bestaat uit deeltje. Maar 0,999999, het zijn vijf negers... Um, bestaat uit, uit energie. Uit golflengtes. En... Die kwantumveldtheorie, wat die eigenlijk zegt, is dat, dat, dat mind en matter, dus onze geest, het bewustzijn en materie, is onafhankelijk met elkaar verbonden. Mm. En dat kwantumveld is eigenlijk een onzichtbaar veld om ons heen. Wat we niet kunnen zien. We kunnen het niet waarnemen. Maar dat het niet kan waarnemen, betekent niet dat het niet bestaat. Mm. Het wifi-signaal uh, communiceert ook op golflengtes. Hè? Is, dus dat, liefde is ook iets wat we niet kunnen zien, niet nee, kunnen waarnemen. Nee, het is ook energie. En we, maar dat voelen we wel. Ja, weet het, je is dus, en het is chemie ja. en het is innerlijke chemie. En dat is energie, dat is dus energie. Ja. Emotie is energie, emotie. Uh, dat is ook liefde. Ja. Uh, of is energie. Is, ja. ja. Ja, is emotie. Quantumveldtheorie. Ja, dus alles is energie en om ons heen is dus dat veld... Wat we, dus niet, wat we dus niet kunnen waarnemen. Maar ja. wat ze hebben ontdekt in die kwantumveldtheorie... Quantum, uh, en kwantumtheorie, is, is het waarnemereffect. Nou, en het waarnemereffect zegt zoveel... Dat, dat wij met onze gedachten kunnen die deeltjes... kunnen we ze waarnemen, kunnen ja. we ze observeren. En ja. zodra wij ze observeren, gaan ze in een bepaalde vorm. Schieten ze in een bepaalde vorm, gaan ze een bepaalde vorm aannemen eigenlijk... Zodra wij onze aandacht eraf halen, kunnen ze weer van alles en nog wat zijn. Dus met onze aandacht veranderen we, veranderen we het veld. veld. Ja, veranderen we het veld. En hoe, hoe meer jij aandacht je aan dat veld, aan, dat, aan die kleine deeltjes, aan die potentie in het kwantumveld geeft, hoe meer zich dat gaat materialiseren in de werkelijkheid. In de werkelijkheid. Dus wat de kwantumveldtheorie eigenlijk zegt, is dat alle versies van jou al bestaan in het kwantumveld. Oké, okay, hoe, hoe ik het kan uitleggen, mm -hmm. is dat het eruit ziet als een soort hologram. Ja. Dus ik ben, jij bent nu de tijd hier. Ja. Jij bent nu de Tijs hier. En jij hebt nu shows met uh, 500 mensen. Ja. ja. Maar het kwantumveld werkt als een, als een hologram. Dus dat betekent dat de versie van jou die hier, die duizend mensen heeft... die zit hier gewoon hier. Ja. Maar op dezelfde lijn. Hè? Het kwantumveldtheorie ik moet ik nog even erbij zeggen... Uh, er is geen tijd, geen ruimte, geen geografie, geen, ja. geen heden, geen verleden. Geen, uh, is, alles is alleen maar nu. Ja. Vindt nu plaats. Dus die versie van jou, die die duizend mensen heeft in de zaal, of 2000, die bestaat al. Ja. Als we de theorie, gewoon even puur mm -hmm. aan de hand van de theorie. Ja. De versie van jou die vijf, die, die 2000 mensen in de zaal heeft, heeft, bestaat ook al. Die leeft, die bestaat als een potentie ja. in het kwantumveld. Oké, okay, maar hoe word jij dan die potentie? Ja. Dat is als jij jouw energie in lijn wordt met de versie van jou... Mm, yeah. die duizend of tweeduizend mensen in de zaal heeft. En dat is precies wat je doet met de meditatie. En hoe doe je dat? Door de intentie uit te zenden in het kwantumveld. De intentie is, is de elektrische lading in het veld. Yeah. De emoties die je voelt vanuit je hart... die in lijn zijn met die intentie. Hè? Dus jij kan voelen hoe het voelt om in die toekomst te zijn... Dat is de, alle emoties die je, van, die, je, die je voelt vanuit je hart. Is de, letterlijk de magnetische lading. Ja. Dus de, met, met de gedachten zend je het uit. En met je hart trek je het letterlijk naar je toe. Dus de gedachten en emotie zorgen ervoor dat jij een elektromagnetisch veld om je heen creëert. Oké. Okay. Er is een heel tof uh, instituut, het Hard Math Institute in ja. Californië. Ja. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Nee. Oké, okay, nou super vet. Die uh, doen heel veel onderzoek naar de magnetische werking van het hart. Nou, en die hebben dus aangetoond dat het, dat het hart, als je dat activeert. dat dat wel een, een, een meetbaar uh, signaal wordt. buitenom jouw lichaam, 7 tot 8, 9 meter wijd. Als je het activeert. En uh, dat heeft dus een effect op al die kleine deeltjes en golflengtes waar ik het net over had. En hoe vaker je. Uh, zeg maar, je energie investeert... en dat die deeltjes observeert, hè, mm -hmm. als het ware... Mm -hmm. nou, hoe meer deeltjes er gaan trillen op diezelfde frequentie... en hoe meer het zich in deeltje zich kan opkloppen. Want net vertelde ik toch dat het bestaat uit 0,0001 ja, ja, deeltje... Ja. en 0,9999 uit energie, uit ja, golflengte. Dus alles, ook deze tafel, bestaat ja. voor een ja. veel 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 groter percentage... uit Nog energie, uit energie dan, dan uit deeltjes. Ja, ja, ja. ja. Um, en nou, ik, ik, dus ben, even, ik ja, ben minder sceptisch dan, dan ik lijk, misschien hoor. Ik vind okay. het fucking vet en ik ben helemaal aangehaakt. Ja. En ik ja. denk en hoop mijn luisteraar ook. En ik haal gewoon telkens even mijn droom erbij. En dan voor jou, als luisteraar, vertaal dit naar iets voor jou. Hè? Is het iets relationeels, iets emotioneels, ja. iets fysieks, iets in de groei of in je carrière, gezondheid, whatever? Neem het even. Ja, vertaal het naar een persoonlijk doel. Droom van jouzelf. En nou, het begint dus met een, een, denk een oud verhaal aanpassen. Hè? Die oude overtuigingen. En daarna. Wil je je een nieuw verhaal installeren? Wil je dat jouw energie, jouw intenties gaan alignen met die ja. tijd die 2000 mensen in de zaal? Dat heeft? Precies, dat is het. Kun je ons door die twee stappen heen loodsen? In en er is echt nog een, een tof cadeau voor luisteraars ja. als ze dit willen gaan doen. Dus blijf blijven dan deze aflevering zeker ook afluisteren. Maar dat eerste gedeelte, kan je daar al een sneak peek van geven? Hoe zou het dan bij mij werken om dan in elk geval die overtuigingen uh, van mijn oude, ja, ik, te gaan aanpassen? Ja, ja want oké, okay, laten we even een korte sessietje, een ja, soort hoor. van even doen. Ja. Oké, okay, nou, uh, mijn eerste vraag aan jou zijn, okay, zou zijn: Oké, okay, dus dit, jouw intentie is, ik heb hoeveel uh, mensen in de zaal? Of wat, wat, wat is jouw. Jij wat, noemt wat, het 2000? Ja, laten, we dat, laten we er 2000 we van even, maken. Ja. Oké, okay. wat is dan nu? Uh, wat zijn de, de overtuigingen of de gedachten die meteen opkomen die zeggen van nou, nee, maar wacht even, dat, dat gaat niet. Ja, je noemde ze net al een ja, paar. Het is niet realistisch, maar... niet genoeg volgers, ja. niet genoeg bekendheid. Onmogelijk haast. Nou, ja, het is hartstikke mogelijk, maar in, in, nu nog niet. Nu nog niet. oké. Okay. <laughs> ja. Okay, ja. Nou goed, Dus wat je dan zou doen in, in, in jouw geval is dat je uh, dat je dus in de meditatie gaat. Ik, je, ja. je, je gaat een meditatie doen, je, 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 uh, je verlaagt je hersenfrequentie. Dus je gaat van de beta naar de alfa naar de teta. het ja, is gewoon een heel stil worden en heel rustig worden. Uh, en, en dan merk je eigenlijk vanzelf al in je hoofd dat, het, dat je steeds minder gedachten krijgt en je identificeert je niet meer met wie je bent, als het ware. Dus niet met die, meer die gedachten van je to do lijstjes, uh, ja. wat je nog, uh, je denkt niet meer aan je schoonmoeder, je denkt niet meer aan die. Niet. Ja. Nergens meer aan, ja. het is stil. Ja. Oké, okay. nou, dat is het moment dat je je intentie kan gaan zetten. En dan zeg jij, uh, dan her, ga je herhalen, dan ga je die potentie, dan, dan weet je, oké, okay, ik ben in die ruimte met, met allemaal kleine deeltjes en golflengtes en die vertegenwoordigen oneindige mogelijkheden. Die vertegenwoordigen dus de versie van mij die 2000 mensen in die zaal heeft. Dan ga je, dan ga je dus zeggen van ik, uh, ik, ik sta voor een zaal met 2000 mensen. Nou, Wat je dan vervolgens gaat doen is dat je dat gaat echt gaat maken. Dus dat je dat zo echt gaat maken voor jezelf dat het lijkt alsof het al is gebeurd. Ja. Dus je gaat het visualiseren. Je hoort een mensenklap, je, hoort, je ziet 2000 mensen voor je, ja, je hebt al vaak op podium staan. Dus je, maar wat zou dan het moment zijn dat het gebeurt? Dat is vind ik ook altijd een hele goede tip uh, om te visualiseren. Het moment dat dat gebeurt. Dat kan je heel uniek maken, heel speciaal. Dus ja. het moment dat, dat jij die, die zaal hebt met 2000 mensen... wat zou daar zo speciaal aan zijn? Ja. Dat, je, dat, dat er bij jou in de meditatie vanzelf de emoties erbij gaan komen. Ja. Dat is de truc. Ja. Dat is de sleutel. Ja. En kijk, uh, heel even een klein zijspoortje mm -hmm. nog. Want uh, misschien is mijn haar heel raar. Je, je ziet er fantastisch uit. Ja, is een klein zijspoortje. Over de emoties, kijk... Hoe wij emoties, hoe we lange termijn herinneringen aanmaken. is dat. Um, is een bepaalde situatie in het verleden. die je hebt gecombineerd met een hele sterke emotie. Nou, misschien is er ooit iets vervelends gebeurd. Ja. Nou, kan je je herinneren? Als de beste. Waarom kan je dat herinneren? Dat kan je herinneren omdat, je, omdat dat moment was een, is een imprint geweest. Ja. Een emotionele imprint in jouw, in jouw hersenen. Ja, dat is embost als het ware. Gewoon, ja hoe zeg ik dat in het Nederlands? Uh, gestamped. Uh, geslagen gestampt. als het ware. En die is zo... Um, zo sterk geworden... door de emoties die je hebt gevoeld. Ja. Ja, dus de, dus de, de situatie, de gedachte met ja, de emotie. Ja, wanneer een situatie wordt gekoppeld aan de emotie... dan brandt dat in je ja. brein. En dan... Ja, en in alle cellen ja. verankert zich dat ja. eigenlijk. Wat we nu gaan doen, is precies hetzelfde. Maar dan over je toekomst. Maar dan en nog voordat het is gemanifesteerd. Ja, precies. Ja. Dus gedurende die meditatie ga jij visualiseren en ga je het zo echt mogelijk maken. En dat doe je dus door heel veel beelden te bedenken die, die, het, echt, die het heel echt voor jou gaan maken. Nou, je maakt dus nieuwe langetermijn herinneringen aan, nieuwe neurologische verbindingen in je hersenen, nog voordat het is gebeurd. Ja. Oké, okay, maar waarom doe je dat? Dat doe je omdat, uh, kijk, het, dat kwantumveld met al die deeltjes, dat luistert. Naar jouw frequentie in het nu. Ja, dat luistert niet zozeer naar wat jij hoopt in de toekomst, of naar wat jij wenst, of, of wat je verlangt, maar dat, dat luistert naar wat je nu voelt. Ja. ja. Dus wat je dan mee doet in die meditatie is dat je in het nu je frequentie aanpast. En hoe vaker je dat gaat doen, hoe meer, jij het, hoe meer het eigenlijk een overtuiging wordt. Ja. En dan gaat het gewoon gebeuren. Ja. En dan ga je ernaar gedragen. Je gaat, je gaat ernaar handelen, je gaat naar praten. Je ziet. Mogelijkheden uh, of, of de mogelijkheden vinden jou ja. eigenlijk niet dat moet ja, je gewoon erbij zin. Je gaat je naar gedrag, je gaat ja. er naar handelen. Ja, je gaat Hè, ernaar, dus, ja. dus je het het, het gewoon, maar dat gaat vanzelf. Je, gewoon je actieplan blijven uitvoeren is nog steeds een goed idee. Ik altijd, dus altijd de actie moet altijd in lijn zijn met ja. je intentie. Ja. Als je helemaal niets doet, ja. dan is dat dan, dan laat jij niet zien dat je vertrouwt in je toekomst ja. of ga jij dingen doen die helemaal niet in lijn zijn met jouw intentie. Ja, dan is dat een counterintentie, als het ja. ware. Ja. Een hem weer. Ja, dus bijvoorbeeld een hele mooie, waar ik zelf heel veel mee oefen ook, is bijvoorbeeld. Uh, de, ik vind het dus heel zou het heel fijn vinden als alles makkelijk mag gaan. Ja. Ja, dus dat het niet heel hard werken is en dat het natuurlijk moet je werken. Ja. Natuurlijk. Maar dat het, dat het allemaal met, met een wat groter gemak gaat. Ja. Eigenlijk met, met ease and grace, noem ja. ik dat altijd. Dus dat je je werk doet, maar je doet het met plezier en met en met ja met vanuit een rust meer vanuit een vertrouwen dat ja. is het goede woord vanuit vertrouwen die zocht ik um, maar als ik nou als dat dus mijn intentie is maar stel nou dat ik keihard ga werken dan ben ik een counter intentie aan het ja. zetten als het ware ja, ja. snap je ja zeker. dus, ja. dus ja, zo nauw luistert dat. Ja, dus als ik acties doe waar eigenlijk uit blijkt... ja, je, je gelooft er nog steeds in ja. dat je nog lang niet uh, populair ja. genoeg bent. Hè? Dus ja. ik moet acties doen vanuit die... Ja, ja. Ja. Uh, uh, hoe noem je dat, dat deel of dat, dat, uh, dat personage, die versie van mezelf... die al een uitverkochte aanvals live heeft. Ja, en dan als precies. je vanuit die energie acties doet, dan doe je ja. andere acties... dan dat je denkt, nou, ik moet er deze week wel 15 volgers bij hebben. Ja, nee, want dan... nee, dat werkt niet. <laughs> nee, nee. Ja. Ja En, en, uh, en misschien ja? mooi om toe te voegen, is dat zodra je eigenlijk... Want vaak denken mensen, oké, okay, kom uit de meditatie. Oké, okay, nou, uh, waar blijft het? Weet je, zo van, nou, universum, kant en veld. Uh, ik heb net connectie gemaakt, intentie gezet, uh, frequentie verhoogd. Ja, maar waar blijft het? En het moment dat je dat gaat doen, dat je gaat kijken waar het blijft... en het moment dat je gaat nadenken weer van, ja, en hoe dan? En dat, of dat je weer gaat stressen, je kijkt weer naar je bankrekening en je denkt, goh... Weet je, het is allemaal... Het werkt niet. Mm -hmm. <laughs> weet je wel? Het werkt niet. Kijk, voor, dan weet je eigenlijk weer van... Hé, hey, ik ben weer mijn oude zelf. Ik ben weer... Mijn, mijn energie is geen match met, nee. met die toekomstige nee, versie van je, 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 je moet niet gaan lopen kutten met je lot op die manier. Dus op het moment dat je... De uit, je hebt heel mooi gemanifesteerd volgens jouw meditaties... En dan, oké, okay, maar waarom, uh, waarom, waarom belt we? nog niemand mij? Ja. Hier, ik sta, ik, ja. Heb ik een oproep gemist van avonds live? Nee, hoe kan dat? Uh, ja. dan, dan loop je eigenlijk weer te tweaken... en dan ben je eigenlijk weer vanuit je oude mindset aan ja, het denken. Klopt, ja, klopt. Ja. En, en, en dan is ja. je energie dus niet meer... In, dan komt je energie vanuit gebrek ja. Ja. en vanuit schaarste. En ja. dit vinden, denk ik, heel veel mensen de moeilijkste stap. Want we zijn is ongeduldig. Ja. Er zit soms ook misschien ja. te veel druk op dat doel... want je moet het behalen. Want niet alleen ja. is het een passie... maar ook is het ergens een bewijsdrang naar jezelf of naar anderen... Ja. En misschien eh, valt er dan op dat gebied nog wat werk te, te verrichten. Ja. En ik zelf ben hier super enthousiast over. Ik merk meer en meer afgelopen tijd ook in mijn leven... dat juist door los te laten... komt het ineens echt vanuit een hele andere hoek... dan je verwacht van, hè? Ja. Wow! Maar, ja. uh, en, en inderdaad, dat je denkt, ik heb er niet eens zo heel veel voor gedaan. Maar ja, dit, dat dit komt vet. gewoon even aangeweid. Ja, ja dat, de, dat en, is precies de magic. Ja. Ja. Uh, en, en ja er zullen er misschien ook mensen zijn die... die, die ja, die doen mooi die meditatie en die doen het voor hun gevoel helemaal goed. Maar ja, dagen, weken, maanden, misschien jaren gaan voorbij. Ja. Niks. Ja, Christine, oké. Okay, maar uh, ja. er gebeurt niet zoveel. Ja, ja mooi verhaal. Ja, hoe, ja. Hoe, wat dan? Ja. Nou, kijk, sommige dingen. Um, het, het heeft dus eigenlijk allemaal mee te maken van Ja, hoe sterk jouw overtuigingen zijn en wat je eigenlijk nog de hele hebt hè, uit het verleden. we hebben het al hadden voordat we de podcast even ja. gingen, hadden we het al even over. Wat is er allemaal, waar moet jij nog ruimte voor maken? Hè? Want wat, wat is er, wat er nog op te ruimen als het ware? Ja. En uh, dat is echt ook wel een hele belangrijke stap. Ja. ja dus dat je echt gaat kijken van, hé, hey, maar wat is er eigenlijk allemaal nog? Welk verdriet, waar zit ik ja. nog mee? Dat je jezelf echt helemaal stript als het ware. Ja. En, en uh, dat is wel heel belangrijk. Maar het gaat er dus om, om, om jouw vraag te beantwoorden... is van hoe diep zitten die overtuigingen... en uh, uh, hoe vaak heb je nodig, hoe lang heb je nodig... om, die te, om, om, iets, om een, iets anders te gaan geloven. Dat is het eigenlijk. Ja, het eigenlijk als je voelen. de stappen volgt... en het lukt je echt om jouw overtuigingen aan te ja. passen... normaal vanuit die energie ja. van it's already been done. Als je ja. in die energie komt, ja. dan is het eigenlijk... dan zeg je dan... dan dan gaan er dingen gebeuren. Ja, en dan als je het... het kan loslaten. was ja, ja. Wat Waar we het net over ja. hadden, van als je het kan je, loslaten. Ja, en je ja. zei ook dus in een bijzinnetje van... nou, hou, het is wel goed ook om ook die shit in je verleden op ja, te ja. ruimen. Ja. Uh, ja, dit is natuurlijk de million dollar question. Hoe uh, zijn daar methodes voor om, um, om, om dat eerst eventjes te doen? Ja, nou, er zijn natuurlijk tal van methodes ja. voor. Ik bedoel, uh, ja, je kan kijken naar het shamanisme bijvoorbeeld. Daar zitten ja. natuurlijk eindeloze technieken in uh, om dat te doen. Um, even kijken. Ja, ik heb daar niet uh, een specifieke techniek voor. Ik, ik, wat ik doe, is dat ik. Ja, ik heb heel veel uitgebreide opdrachten in vragen. Ja. ja. Hè, die echt gaan kijken van wat heeft je moeder over je gezegd? Wat heeft je vader over je gezegd? En daardoor krijg je een heel goed. Ja, daardoor word je heel bewust. En eigenlijk doordat je dan zo bewust wordt en je ziet het op papier staan, kan je eigenlijk al afstand nemen. Ja. En dan kan je zien: hé, hey, maar wacht even, dit is niet van mij. Ja. En dit is niet van mij. Dit was, dit was van mijn vader of van mijn moeder. Ja. Dat, en die hebben ze over mij op mij overgedragen. Ja. En eigenlijk wat ik vervolgens doe, is dat ik er niet extreem lang blijf, bij blijf staan. Dus ik ga er niet helemaal in graven en maandenlang uh, maandenlang mee bezig. Ik, ik kijk het aan ja. en ik ben er me van bewust en ik doe schrijfopdrachten, maar ik ga niet uh, een jaar lang. Uh, Daarop zitten, ja. ik ga veel meer kijken van wie wil ik zijn en kan ik, kan ik mijn emoties veranderen? Ja. Kan, ik, kan, ik andere, kan ik een andere overtuiging? Ja, uh, dus misschien ja. hoef je niet eerst het oude los te laten om het nieuwe te installeren. Nee, oh nee, 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 dat nee. denk ik sowieso. Ja. niet. Nee, want, ik denk wel, je moet het wel aankijken, maar het is niet. Je ja, want we hebben nu over echt een luxe probleem. Ja. Och, die arme Thijs, die staat slechts voor een paar honderd man, terwijl die ook wel voor een paar duizend man, weet je wel, help deze ja. jongen, Giro. Weet je, dus dit is natuurlijk echt een luxe probleem. Maar ja, hoe, hoe uh, uh, kan je ook manifesteren als het echt gaat om, om inderdaad angsten of trauma's, uh, dat je die wilt, wilt ombuigen? Ja, ik denk zeker. Ik denk alleen dat het wel, het kan misschien wat langer duren. Ja. Dus ik zeg meestal van één meditatie doe je dezelfde, hè? hetzelfde script als het ware, hetzelfde ja. verhaal. Ja, drie, vier weken. Misschien wel zes, misschien wel zeven, misschien acht, misschien maanden, misschien wel ja. een jaar. Ja. Misschien een jaar. Dus wat mensen is... die echt met grote dingen zitten, ja, dan kan je misschien wel een jaar nodig hebben om constant ja. uh, blijven te herhalen, te oefenen. Om andere emoties aan te leren, ja. Om andere gedachten, nieuwe, nieuwe, nieuwe paden aan te maken. Kijk, wat ik er nog even over wil zeggen, ja, eigenlijk ja. vanuit de neurowetenschappen. Kijk, hoe minder aandacht je geeft aan je oude verhaal, dus de, de, het zou heel goed kunnen zijn dat mensen luisteraars zijn... die constant hun verhaal over zichzelf afdraaien, ja. nog uit hun verleden. Ja. Hoe vaker je aandacht geeft aan dat verhaal... hoe sterker de neurologische paden worden in je hersenen... hoe slechter je hersenen eigenlijk worden, als het ware. Maar hoe minder aandacht je eraan gaat geven... en hoe meer aandacht je aan de nieuwe, aan wat je wel wil zijn... aan wie je wel wil zijn, aan welke, welke toekomst je wel, wat je wel wil ervaren... wat je wel wil denken... En hoe minder aandacht je aan je oude verleden geeft... die paden, die, de hersenen zijn neuroplastisch... dus dat betekent dat ook die neurologische paden... die kunnen weer uit elkaar vallen. Als het ware, die kunnen oplossen als het mm -hmm. ware. En daar mm -hmm. kun je nieuwe voor in de plaats zetten. Ja. Het is net alsof je een huis uh, tien jaar niet schildert. Dan ja. valt de verf er gewoon af. Ja. Dus als je Stort gewoon in... maar lang genoeg... Ja. Ja, not neurologische not... verbinding, het zal wel niet ja. lukken. Het zal wel niet lukken. Ja. Het zal wel niet lukken. Slijten, slijten, en, en paden, en na, paden slijten. En na een tijdje ga je gewoon denken van... Nou, het gaat me lukken. Het gaat me lukken. Het is al gelukt. Het moet alleen nog even gebeuren in de fysieke wereld. Het gaat me lukken. Dan, dan vanzelf zal die, dat oude stemmetje, het gaat me toch niet lukken. Die zal langzaam gewoon in Inderdaad, ja. ver, verbladeren ja. net als verf. Of ja. iets wat je slecht onderhoudt. En dat ja. wordt gewoon minder. Ja, je weet, je, je, wanneer weet je dat je echt bent veranderd, is als je terug kan kijken. Ja. En je kan zeggen. hé, hey, maar een paar maanden geleden of vorig jaar zei ik altijd dit over mezelf. Ja. Dat vind en ik heel je, cool. En als je ineens denkt van hé, hey, ik zeg dat gewoon dus gewoon niet meer. Ja, als je ineens ja, afgang, zo kijken. vet. Ja. Ja, ja. tof. Ja. Ik zei altijd over mezelf, ik heb altijd over mezelf gezegd, ik ben onzeker. Hoefde maar iemand. Uh, dan was het weer van uh, ik ben onzeker. En ik zat heel erg niet slachtofferrol rol. En ik had mezelf aangepraat dat ik, ik was ook onzeker. Maar ik zeg dat nu nooit meer. Ik zeg het nooit meer. Ineens kwam ik erachter van hey, ik, 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 ik zeg dat gewoon allemaal niet meer. Ik ben gewoon veranderd. Ja, maar nou, dat is perfect. Je voelt het perfect cool. aan. Want mijn volgende vraag was, oh. wat heb jij in jouw leven gemanifesteerd? Oh, oké. Okay. Uh, ja, ja, kan je eerst ja. eens op deze ingaan? Want het is ja. een soort van emotionele. En dan wil ik ook wel ja. iets, iets praktisch of iets ja. ja. uh, tastbaars weten. Snap ik. Uh, maar, maar neem ons mee. Hoe, hoe heb jij je onzekerheid getransformeerd ja. in uh, zekerheid? Ja, nou... Je um, moet het zeg maar zo zien... dat ik jarenlange spreekangst heb gehad. Heel heftig. Heel heftig. Uh, maar dat had ik daarvoor nooit. Als kind niet. En uh, um, ja, het is gewoon op een gegeven moment gekomen. Doordat ik heel veel. Ik, wilde, ik, ik had een goede baan. Ik, had, uh, ik wilde heel graag carrière maken. Dat was heel erg die ego-stem. Uh, en, en ook verwachtingen natuurlijk van de buitenwereld. En daardoor ben ik eigenlijk mezelf een heel, hele hoge last op gaan leggen. En daar kreeg ik stress van. En dan wilde ik altijd. Als ik dan iets ging vertellen, dan moest het er perfect uitkomen. En dan ging ik zoveel aandacht daarop richten dat ik uh, dat, het eigenlijk, dat het eigenlijk fout ging. Zeg maar. yeah. nou, toen heb ik een verhaal over mezelf ontwikkeld: over dat anderen beter zijn, dat anderen altijd beter zijn, dat het niet slim genoeg was, niet goed genoeg. En dat ik super onzeker was. Nou, als we dan een avondje of zo met vriendinnen zat, en dan, nou, dan, zei, dan ging ik weer vertellen van ja, ik ben, ja, weet je, het ging allemaal weer niet. Ja, ik ben gewoon zo onzeker. En dan met die emotie er ook nog bij. Ja, ja, van ik ja. ben zo dus weer, onzeker. Pff, nog ja. uh, een nog grotere <laughs> ja. imprint. Ja, ja, en wat de hersenen die vinden het heerlijk om in die emotie te zitten. Ja. die vinden dat je lichaam is verslaafd ook aan die emoties die daarbij ja, horen. Ja, een Soort van overlevingsmechanisme. Ja, en die zijn ook verslaafd aan woede. En die zijn, het is heel gek, is dat. Ja, dus dus uh, dat, dat zijn gewoon hormonen die worden aangemaakt. En die zijn soms wel zo verslavend als, als drie espressos uh, op een dag. Ja. Bepaalde emoties, sterke emoties. So Even die shot hebben van shoppen. Weet je wel, shopverslaving ja. of zo bijvoorbeeld. Ja, het ja. is gewoon een rush of chemicals wat er, ja. wat er door je lichaam gaat. Oké, okay, nou, ik had dat onzekere verhaal. Uh, ja, dat uitte zich bij mij ook in jaloezie. Ja, op mijn vriend. Ja. ja, niet zozeer op hem of over hem, maar meer dat als hij dan met andere vrouwen aan het praten was, dan werd, werd ik wel jaloers. Ja. maar ja. En uh, toen dacht ik, ja, maar er gebeurde net verder niks. Dus het was alleen in mijn hoofd. gingen, gingen, gingen ja, ging ik een verhaal afdraaien. Ja. En toen was ik dus al met deze materie bezig. En toen dacht ik, ja, ho even. Ik, ik kon dus mezelf zien. Zeg maar, daar draait het om. Het draait ja. om dat je jezelf metacognitie heet. Dat. Ja. Ja, dus dat je echt in staat bent om uit je eigen programmering ja. uh, zeg maar, te komen. En om te kijken naar wie je zelf, na, naar, naar je gedrag. Ja. Weet je wel, naar wat je denkt. En toen dacht ik, ja, oh zeven, uh, dit verhaal verzin ik zelf. Maar het zat zo in me, weet je wel. Het, het voelde zo echt. Het voelde zo echt. Ja. ja, het voelde echt. Ik vind het zo to tof dat je dit eerlijk deelt en heel persoonlijk, want jaloezie is natuurlijk een onderwerp wat in elke relatie een rol speelt. soms meer, ja. soms minder. Ja. Maar de mensen herkennen dit. En Was je ook je over ze verleden, of ging het alleen maar projecties in Ja, ook, in nee, neem? ook, ook verleden. Ja, dus ja. Jou, ja, je, ja alles. Je had heel veel. Ja. ja, ik ging heel verhaal ik maken en ik, ik, had een heel verhaal klaar en en een overtuiging en het was zo en, en toen dacht ik, ja, nee hoor. Als, als wij samen willen blijven, dan is het vergif. Want het werd echt problematisch. Ja, dus toen dacht ik, ja, het wordt toxisch. wordt vergif, ja. weet je wel. Dus, dus als, als hij met wat vrouwelijke collega's een drankje aan het doen was, ja, dan, nou, dan, dan zit jij in een paniekaanval aanval. Ja, ja, ja. Zo. Ja. Nou, oké, okay. nou, dus toen dacht ik, dit <laughs> okay, is oké. Ja, ja dus, dit is nou ja, oké, okay, zeg ja. maar. Ja. En uh, ik merkte dus dat het een diepe. Uh, ja, als je het dan hebt over chakras, dat het echt mijn, mijn root ja. chakra... Zeg maar, Jullie mijn mag de, er zijn, zeg maar. Uh, ja, je zelfvertrouwen, je, je gronding, je ja, eerste, de eerste drie eigenlijk, energiecentra. Echt dat het helemaal, dat gevoel zat helemaal in mijn buik, ja. zeg maar. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat aan doen. Toen dacht ik, ja, ik heb hier nu zoveel over gelezen, zeg maar, over die kwantumtheorie en alles. En ik pas het maar niet toe. Dat is ook altijd nog zo'n ding, hè, van, ga het maar, oeh, mm -hmm. van ga het maar doen, weet ja. je wel, die meditatie. Gaat gewoon doen, en toen heb ik een eigen van alle kennis die ik toen had, uh, eigenlijk een soort practice-een soort ja-meditatie-practice uitgeschreven voor mezelf. En ik ben toen iedere dag om zes uur ochtends gaan zitten en ik ben het gaan doen. Ik ben het gewoon gaan doen, en vier weken later manifesteerde zich exact wat ik had gezien in mijn visualisatie. Dus dat Jeroen was. Mijn vriendje Jeroen, die komt terug uit Dubai. En dat was ook allemaal weer met vrouwen en Maar ik was in staat geweest om, om gewoon rustig te blijven en om te, in vertrouwen te gaan zitten. En hij kwam thuis en ik had in mijn meditatie dacht ik van ja het, ik zei het toch net tegen je je moet een moment kiezen oh ja. weet je wel dat het dat dat ja dat, dat je echt een ja, moment van de, de toekomst waar ja. waarbij je, waar je het, ja. het helemaal voelt helemaal mijn, mijn wat ik had gekozen was toen van dat hij thuis zou komen en dat hij in mijn oren zou fluisteren van ja ik ben echt super trots op je hoe je dit nu hebt gedaan en hij kwam thuis en hij fluisterde in mijn oren... ik ben zo super trots op jou en toen dacht ik dit is echt mind blowing ja Mind blowing, en toen dacht ik: Ja, dit moet ik. En toen, uh, dat was het moment dat ik, um, dat ik echt eigenlijk een hele structuur voor me begon te zien over hoe ik dit aan andere mensen kon leren. Dat er stappen gewoon zijn die je kan doorlopen, uh, dat het gewoon een formule is uh, dat, dat dat het, Want, dat het kun je is. Je iets zeggen over hoe jouw uh, 6 a.m. Uh, dagelijkse meditatie oh, ja. er toen uitzag. Toen ja, ja, nu niet meer. Ik heb een kindje, dus dat is nu, uh, nu allemaal anders, maar uh, mm -hmm. Uh, toen ja, uh, nou ja eigenlijk heel simpel, ik kwam gewoon uit bed, uh, uh, ik stond gewoon op, dus ik moet wel zeggen het was rondom dit uh, jaar getijden dus het was mooi weer, ja. makkelijk om op te staan en ik had buiten had ik een heel grote een kussen eigenlijk neergelegd dus ik ging buiten want het was schitterend weer, bijna iedere dag, ik ben gewoon buiten gaan zitten en ik had toen nog geen uh, oogmaskertje, dat wat ik nu wel gebruik. Gewoon zo'n zijde zo nee. zo ding, weet je, dat wordt gewoon lekker donker. Dat had ik toen nog niet. En ik ben gewoon gaan zitten. En ik ben gewoon heel stil geworden. En op het moment dat je zo stil bent, ging ik het herhalen. En ik had een scriptje had ik geschreven in mijn telefoon. Was... Ja, ik, heb het in, ik had het toen in mijn telefoon had ik ja. het opgeschreven. Ja. Dan kwam ik eigenlijk uit de meditatie, als het ware. Ja, ik kwam gewoon eruit. Ik kwam... Maar ik was in trans. Dus ik ging dan dat lezen mijn nieuwe verhaal ging dat dan oplezen en dan ging ik mijn ogen weer dicht en dan ging ik het voelen. Ja, kun je ze een, een stukje? Want in deze telefoon staat dat niet begrijpen. Jawel. Kun je wil je een stukje voorlezen? Ja, ja, is goed ja, oké, okay, Dames en heren, Christine, pak dat nu een telefoon. Dat is wel echt uniek, hoor. Dat is uniek. En uh, die gaat dus een, een stukje. En, en ik ben ook nieuwsgierig. Oh, je zegt ja, maar ik was in trance. Ik wil ook wel weten hoe je jezelf. Uh, ik weet niet hoe lang dat duurt. In een paar minuten in een soort van trance. Ja, kijk, het is brengen. echt een. Uh, het is wel. Het is gewoon. Het is. Je kan het gewoon oefenen, hoor. Het is net alsof je een dansje leert of. Uh, je ja. uh, mm, moet gewoon heel stil worden. Bij de uitademing nog stiller worden en alles ontspannen. En dan ineens voel je in je hersenen van: wow, het gaat daar synchroniseren. Dat soort oh, En als je die, die rust voelde, dan pakte je je telefoon en ging je. Ja, ja, nou ja klopt. En als ik dit... dat dan voelde, dan dacht ja. ik: oké, okay, nu is het moment. En dat deed je hardop of in je hoofd. In mijn hoofd. Ja. Oh ja, ik deed toen alles nog in het Engels. Ja, dat mag. Oh, dit vind ik spannend. Ik doe een stukje eruit, ja? Ja, doe een stukje eruit. Dus dames en heren, dit is uh, als je ook uh. je onzekerheid wil overwinnen. of je jaloezie wil overwinnen, is dit tof. Maar vertaal dit vooral naar jezelf. Ja, yeah. uh, sowieso. Let's go, Christine. Oké. Okay. Nou. My truth is that Jeroen en I are in love. Dat deed alles nog in het Engels. We are in a committed relationship. I'm confident. I'm strong. I'm loved. I radiate beauty, serenity, and I'm calm. I'm here to love myself and to anchor love into myself. I sit in my power. I'm centered and I'm balanced. Omdat het er heel erg over ging: dat ik me niet in mijn kracht. Ik werd uit mijn kracht gehaald. Ja. Yeah. Die emoties die haalden me uit mijn kracht. Dus ik wilde me heel erg grond voelen. En er kon alles dan om mijn buitenwereld heen gebeuren... maar ik bleef gewoon centred, ja. zeg maar. En, en in balans. Ja, zo gaat het eigenlijk nog een ja, ja, Kom we mogen uh, nog een paar zinnen. Oh, ik zit er net lekker okay. in. Uh, Oké. Okay. I put my heart in his hands. I accept I'm not in control. I do have total control over my thoughts and feelings... I choose my thoughts to be positive and I release all negative thoughts. I'm willing to change. I choose happiness, harmony, and peace. I'm willing for this to be easier and much more magical than I can imagine. Okay, I trust him without needing any verification. I just know. I trust the universe guides me and supports mm -hmm. me, and I dwell in abundance of love. Oh, uh, yeah. Ja, dat was het dan. Ja. ja, ik zie dat je raakt. Ja. Dat ja, is natuurlijk ook spannend, hè? Dus heel persoonlijk dit. Ja. Ja, ja wauw. Bedankt ja. voor het delen. Ja, ja dat is heel dus persoonlijk, super, ja. Super mooi. En wat je zei, hè, dit had echt te maken met het gesprek gaat nu ineens van manifesteren naar chakras. Maar fuck het <laughs> je zei, dit had echt te maken met die onderste chakras. Waarbij ja. het gevoel van kracht of ik mag er zijn of, ja. of uh, ik me goed genoeg zit. Ja. En. en de, eigenlijk de, deze uh, ja dit mantra of deze ja, deze, deze meditatie affirmatie, deze affirmatie ja. die die heeft echt daarbij geholpen want ja, ik denk, ja. je gaat nu misschien heel erg naar energetisch werken wat maar het ja. is eigenlijk nee dus wat ik dan eigenlijk deed is dat ik gewoon diepte in die meditatie ging en dan ging ik dat wat ik net voorlas dus als ik zeg I'm centered and I'm balanced dan voel ik dat ga ik dat doen terwijl ik dat zeg ja. dus dan ga ik nog kalmer worden en dan ga ik bedenken ja. hoe het voelt om in balans te zijn, om in om in superkanten te zijn en, om, ja. en in die trans gaat niet dan zo'n stemmetje aan van terwijl je het dan voorlas in je hoofd van oh ja maar nee nee dat is dus dat is dus uh, dat is dus de magic nee ja, wow. er is dus geen stem die dan zegt van dit kan niet en wat ik interessant vind dat je um, je gaat niet naar maar waar komt het vandaan dat ik zo onzeker ben of waar is dat ontstaan of uh, uh, heb ik soms met ex-vriendjes uh, herinneringen die ik ophaal, die vreemd gingen of whatever, weet je? Ja. Dus het is, ik vind het heel interessant vanuit een, I don't know, psychologisch of uh, whatever uh, oogpunt. Dat, dat je eigenlijk gewoon, nou waar we het net over hadden, je gaat gewoon vol in die nieuwe waarheid. En, ja. en zonder dat je per se gaat uitdiepen, waar komt dit vandaan? Ja, nou ik heb toen wel ook uh, daar wel natuurlijk wel over nagedacht. Ja. Hè? Ja. En wel gekeken van, oké, okay, ja, maar wat. Maar niet alleen specifiek over dit punt, maar ja, nee, het was overduidelijk. Dus ik weet wel waar het vandaan kwam. Ja. Maar het is niet zo dat ik daar dan mega in ga zitten graven of in ga. Ja, ik doe dit. Ja, want in jouw, je hoeft niet ja. te zeggen wat het was, maar in jouw ja. overtuiging, ja. in jouw theorie, als je eenmaal ook weet of een gevoel hebt van hey, waar het vandaan komt, ja. wat, 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 waar ben jij dan van overtuigd wat je daarmee moet doen? Um, nou het... ja, dan moet ik toch een stukje weer persoonlijk toch worden. Want dat ja, is... dat, dat mag, ja. Uh, nou, bijvoorbeeld, bij mij had het, heeft bijvoorbeeld wel te maken gehad met mijn, de relatie bijvoorbeeld met mijn vader. Oh ja. Bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik iets aan gedaan. Ja. Dus daar heb ik met hem daarover gesproken, bijvoorbeeld. Ja. Wat heel moeilijk was ja. voor mij om ja. dat te doen. Ja, super dapper. Uh, bijvoorbeeld. Dus ik heb daar wel stappen op ondernomen, ja. zeg maar. En dat heeft, wel, dat heeft ook alles weer verbeterd. Ja, nou, dat is dus, dus echt de combinatie van... kijk terug, vind ja. antwoorden en ook kom in actie... Ja tot aan een gesprek met je ouders toe. Bijvoorbeeld, ja. En dat ze zo ongetwijfeld een gesprek zijn geweest... in de richting van... pa, ik heb iets gemist. Of ik ja. heb soms het gevoel ja. gehad dat je er niet voor me was. Bijvoorbeeld. En, uh, en uh, dat is dapper. En dat levert je heel veel op, kan ik uit ervaring zeggen. En aan de andere kant ja. is, is het een fantastische tool, en tof dat je het hebt gedeeld ja. om, om uh, ja, jezelf... Um, ja, weet je, dat is ook je brein wil iets nieuws. Want ook als we dit loslaten, wat komt er dan? En, dat, en je geeft je brein gewoon iets nieuws van nou, je vertrouwt in je vriend, ja. in jezelf. Je voelt ja. je kracht en je vertrouwt op het universum en er is liefde, en dat is alles wat er is. Ja. ja. En ja, hoe ik ben zo'n nerd die wil alle details weten. Ho hoe lang was deze meditatie? Was dit echt van zes tot zeven? Of, of was het die minuutjes voldoende? Nee, ik denk een half uurtje of zo. Een ja. half uur, drie kwartier, ja. zoiets. Je was wel echt committed. Je dacht, dit, dit. Uh, dit ja, gaan we... ik dacht, dit, dit. Want ik, want ik wist, wist namelijk ook van: ja, oké, okay, we, kunnen, we, kunnen, we hebben twee keuzes. Hè? Of we gaan uit elkaar. Mm -hmm. Hierdoor. Hè? Want het was wel een breekpunt. Uh, maar dan bij de volgende vriend heb ik het weer. Ja. Want ik wist gewoon. Het is iets niet, het, ik heb het niet, ik heb het niet opgelost. Ja, ja. En, en uh, toen dacht ik, ja, ik ga hier niet mee blijven zitten. En ik had al deze kennis al. Maar dat was het moment. Um, kijk, je kunt nog zoveel kennis hiervan hebben. Maar als je het niet doet, dan gebeurt er echt helemaal niks. Ja. Je moet het werk doen wat er voor nodig is. Ja. En uh, je kan duizenden YouTube-video's kijken, wat ik toen nou, deed. Absoluut. Boeken lezen, je kunt uh, wtf Een. een, een um... Aflaaf richting mijn luisteraar naar podcasts luisteren naar dit gesprek luisteren is niet doen aan persoonlijke groei. Naar dit gesprek luisteren is interessante informatie opdoen ja. die kan leiden tot persoonlijke groei ja, als je er wat mee doet. En, ja. en soms zeggen mensen: ah, Ik doe vet veel aan groei. Ik uh, heb online cursussen en ik lees boeken en ik luister. De ons is een inspiratie podcast. Ja, nee, dat is gewoon het consumeren van inspirerende content. Dat is ja. nog heeft niks te maken met persoonlijke groei als je er niks mee doet. Ja. Ja, nee, helemaal mee eens. Ik denk dat, je, um, dat het je kan inspireren om de volgende stap gewoon te zetten. Ja. En, en om bij een methode uit te komen of bij een iets uit te komen. Weet je wel, wat, wat je dan ook daadwerkelijk gaat doen. Ja. En merk ja, je, hebt je dus ook in die meditatie ging je dus ook al naar dat moment toe. Hè, wat bij ja. mij was, oh, die 2000 man, ik loop het podium op van de als Lijf. Wow, het, dat gebeurt, ja. dat is. En Bij jou is dat hij komt terug van, uh, van een ja, reis en dat dat gaat zeggen het dat hij trots op me is. Ja. Zat dan dat moment voordat je die, in, die, in die affirmaties dook, dat je eerst echt dat moment helemaal ging voelen en dan die affirmaties voor jezelf op, oplast. Uh, nou ja, eerst ga je dus naar die diepere staat. Yeah. En als je denkt van oké, okay, nu is het helemaal stil, dan, dan, ga je die affirm dan ga je je hoofdintentie eigenlijk zetten. Mm -hmm. hè? Dus in jouw geval zou dat zijn: ik sta op het podium. Ja, dus dan ga je echt naar dat. Dan wil je even die positieve imprint voelen. Ja, en dan ga je dat echter maken met beelden, dan ga je visualiseren van wat wat zou het eindresultaat zijn als ik dat heb, hè? Wat zou hoe zou mijn leven er dan uitzien ja. als ik in, in de breedste zin, hè? Ja. Dus waar zou ik dan wonen? Waar zou ik wat zou ik hebben? Wat zou ja. ik, wat zou ik doen? Wat zijn de ervaringen die ik dan heb? Weet ik veel interviews of weet ik veel whatever? Ja. Um, dan ga je dat gewoon laden met beelden, ja. laden en dan eindig je ermee. En dat is misschien ook wel even interessant om te delen, is dat je eindigt met dankbaarheid voor hetgeen wat je dus in die gedurende die meditatie die werkelijkheid die je dan hebt gecreëerd, nog voordat je het hebt gemanifesteerd. Sorry, nog een keer? Ja, ja, ja. ja. <laughs> oké, okay, dus aan het einde van de meditatie ja. ga je dankbaarheid voelen ja. voor wat je in de meditatie hebt gecreëerd. Mm. Nou, oké, okay, waarom doe je dat? Omdat, kijk, normaal, we zijn geprogrammeerd dat we blij zijn en dankbaar zijn als we een cadeautje krijgen. Ja. Of als je je bent pas, je bent pas blij. Je moet het eerst krijgen en nee, dan ben je dankbaar. Ja, nou, jeetje, man. Als jij over drie jaar op dat uh, of weet ik veel, dan ben je pas blij. Ja. Maar het gaat erom dat je je, je frequentie in het moment ja. verandert. Je energie in het moment. Nou, oké. Okay, dus als jij oefent en echte oprechte dankbaarheid vanuit je hart voelt. voor die toekomst die je net mm -hmm. hebt gecreëerd. en je denkt: wow, ik kan het haast niet geloven dat dit mijn toekomst is. dat je zo blij bent, authentiek blij ja. en oprecht, dan... jouw hersenen denken... dat het dan al is gebeurd. Het is al zo. Ja. Ja. Je neemt jezelf in de maling, als het ware. De hersenen weten niet wat echt is en wat niet echt is. Ja. Als jij je ogen dicht hebt. Ja. En wat je daarmee doet, is dat je eigenlijk... nog sterker die energetische herprogrammering... eigenlijk maakt. En daarnaast is ook de dankbaarheid... de frequentie van dankbaarheid... is een van de hoogste frequenties ja. die je kan hebben. Ja. Ja. Dus je bent al dankbaar voor... Dat nou, het voor je toekomst. Wat je heel graag wil bereiken. Maar ja. het, je hebt het al bereikt. Want je, je bent al. Er, al. er al. Wees er dankbaar voor. Het ja. is er al. En het dan is toch nog een instructie om goed te hebben. Ja. Pak jij dan dus eerst dat, dat, dat moment van in jouw geval hij komt terug en hij is trots. En dat je daarna je telefoon opende en die affirmaties voorlas? Uh, of? Nou, ik denk dat ik kwam dat, kwam dat Nee, dat kwam daarvoor. Daarvoor, dus, ja. ja. Dus je wil hem eerst ja. helemaal voelen en dan rol je je affirmaties in. Yes. Ja, en nog even, want ik, ik ga gewoon alle tips uit je zuigen. Ja, ja, die ik, ik, je zit er nu ja. toch. Hè? Ja, ik kan ben er mijn kant op. Toch. Nee. Um, rust worden in je hoofd. Ja. Ja, dat, heb je daar even één tip voor? Ja, want wat, ja, ja. wat doe je dan ja. als die wolkjes komen, als die gedachten komen? Ja. Zeg je, let, let op je neusvleugels of whatever. Oh, ja. Weet Geinig. je wel, dat is zo'n zo meditatie-techniek. Ja. Uh, wat, 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 wat is jouw de mastertip van Christine Bijnen voor rust in je kop? Oké, nou wat ik doe, is dat ik helemaal uitadem. Dat heb ik eigenlijk een beetje uit het hart lopen. Uh, ik, in mijn vrije tijd vind het lekker, fijn om hard te lopen. En dat leerde ik vroeger eigenlijk al. Dat als je helemaal uitademt, dus je helemaal bij, de, bij de, de uitademing, zo ver mogelijk uitademen, zeg maar. Wat er dan gebeurt, is dat je hartslag naar beneden gaat. En zodra je hartslag naar beneden gaat, dan communiceert je hart met je hersenen om naar een andere hersenfrequentie te gaan. Dus wat ik doe is dat ik de uitademing zo ver mogelijk uitadem en dan ga ik nog dieper in de ontspanning zitten. En dan zeg ik tegen mezelf: ik laat nog meer los. Ik ga nog ik ga dieper en ik ga steeds dieper. En ergens is het zo, soms een beetje eng om die controle, daar komt de controle natuurlijk weer kijken: van wat gebeurt er dan? Weet je er nou, ja. Gebeurt niks. Maar, uh, ja, ja, precies, ja, ja. Uh, want je bent er gewoon helemaal bij hoor, dus het uh, is niet uh, ja. is verder niet eng of zo. Maar uh, de kunst is het loslaten ja. en, en 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 zo de uitademing, je lichaam stil en je hartslag stil te krijgen. En je gaat bijna een soort van niet ademen. Ja, ik wil je nu geen slechte adviezen geven voor mensen. Nee, ik wil ook wel zeggen nee. wat ik dan vaak doe. Is ook slecht advies. En, oh, als ik in bad lig, ja, ga, ga ik jij? vaak onder water en hou ik mijn ja? neus dicht. Ja. En dan uh, je ook don't try de hoogte. Ja. Maar dat doe ik niet eens per se alles uitademen. Maar als ik gewoon in bad, gewoon even. Vaak ben je al best wel ontspannen als je in bad ligt. En dan ja. even zo knijp mijn neus dicht dan ga ik met mijn kop onder water. Ik hou het nooit bij met een timer. Ik doe ook niet ervoor een Wim hof methode of zo. Nee. Maar op de een van je merk ik al als ik mijn ogen dicht zo onder water ga in bad. Maar hou ik het makkelijk 1,5 minuut uit. Want ik merk echt dat ik heel rustig word. Ja. Bijna alsof je terug gaat naar het vruchtwater of zo. Ja. Dat je dat, en uh, ik merk ik, die serene rust, vind ik echt heel fijn. Ja. En ik doe het ook als ik nou, vroeger toen het nog mocht, toen de sauna's open waren. Ja, ja. Als je dan naar het koude dompelbad gaat en als je echt koud douche ja, en heerlijk. echt de koude dompelbaden ja. gewend ja. bent, dan is zo'n koud dompelbad van uh, ja. van en Dat valt dan ook ja, <laughs> dan heel erg mee. Als je dan ook daar dat doet, het kopje onder gaat, dan heb je dat nog meer. Dat ja, je echt ja. merkt dat je hart zo. Oh doop, ja, je wordt zo stil. Heel ja. rustig. Ja. Zo fijn. Ja. 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 Ja, dus dat vind ik ook een hele goede. Ik doe dat ook. Ik heb het ook ervaren met, uh, met koude ja. training, inderdaad, koud water. Ja. is precies hetzelfde. Ja, Ja, cool. ja. ja en uh, we hebben een cadeautje voor mensen. Uh, Moeten ze wel wat voor doen? Naar theslint.nl/slash manifesteren gaan. Leuk. En uh, daar heb jij een uh, turbo-bonus klaarstaan. Als ja. mensen dit zelf willen doen. Nou, mensen willen dit zelf doen na dit gesprek. Ja. Dan, uh, dan staat daar een uh, meditatiepakket klaar. Uh, nou, laat ik meteen alvast delen dan, uh, uh, wat dan de aanbieding is. Dat zou uh, normaal gesproken 58 euro kosten. Maar alleen voor jou als luisteraar van deze podcast... is dat slechts 39 euro, inclusief BTW. Ja. Ja, dus ben je ondernemer, zou ik hem lekker op je zaken knallen. Want Zeker. het is gewoon een uh, persoonlijke ontwikkeling investering. Ja. En dan gaat die BTW er nog vanaf. Um, en dat is een meditatiepakket met twee meditaties. En uh, die duren allebei ongeveer een half uur. En die, die ja, nemen jou ook helemaal mee in waar we het nu over hebben gehad. Ja. Toch? Ja, die nemen jou mee. De, de ene meditatie gaat echt over het creëren van over, meer overvloed en vrijheid in je ja. leven. Omdat alles dus een frequentie is. Dus ja. je kan overal je, je energie, zeg maar, afstemmen. Ja. Um, en ja, nou ja, ik heb dus alles dus opgenomen in een professionele studio. waarbij echt de muziek per woord eigenlijk onder is gemixt. zodat jij echt. De binnenwereld echt echt wordt. Ja, dus, en dus jij je... hebt de meditaties ingesproken. Ja, ja, ja. En, en een, een producer of whatever. Die ja, heeft samen, muziek samengesteld. Samen ja. Dat het ja. helemaal ja. meegaat met, met de woorden. En dat, dat je ja. zo diep mogelijk in de meditatie ja. komt. Ja, klopt. Ja. En dat ja. je het ja. zo echt mogelijk maakt van binnen. En ja. die eerste gaat dus over overvloed en ja. vrijheid. En ja. wat, wat, wat hebben we daaraan? Wat is daar uh, het resultaat van, van die meditatie? Um, nou, overvloed betekent, kan voor iedereen natuurlijk iets anders betekenen. Hè? Dus uh, daar zit ook een werkboek bij, bij ja. de meditatie, bij allebei overigens. Een werkboek zit erbij en dan da ga je dus eigenlijk voordat je de meditatie ingaat, ga je voor jezelf bedenken, wat betekent overvloed nou eigenlijk voor mij? Wat is mijn definitie van overvloed? Het kan van alles zijn. Het kan gezondheid zijn, het kan liefde zijn, het kan, uh, het kan financiële onafhankelijkheid zijn, financieel vrij zijn, mm -hmm. Uh, dat ga je dus eerst voor jezelf bepalen. Kan het ook zijn, bijvoorbeeld, vertrouwen in plaats van onzekerheid. Of ja, zit dat tuurlijk. meer in die andere. Oké, okay, dat zit ook ja, hier. Ja. ja. Als, dat, als dat jou uiteindelijk overvloed gaat geven en ja. vrijheid. En vrijheid ja. mee gaat, gaat ja. ervaren, wat zo ook zo is. Ja. Ja, dus en de andere ja. gaat meer over groei en, en het zien van kansen. Ja, het of creëren gaat, van kansen. Denk ja, ik. ja, het aantrekken eigenlijk van aantrekken kansen. Van kansen. Ja. Ja. Het aantrekken van groei en van kansen. Die meditatie is gebaseerd ook op mijn eigen uh, ervaring is dat daar heb ik mijn bedrijf bijvoorbeeld heel snel mee laten groeien. Maar de, je kan er van wow. alles mee laten groeien natuurlijk. Oh, dus het ene, zou je misschien kunnen zeggen, gaat iets meer over het emotionele. En, en dat je ja. op dat gebied uh, uh, ja, manifesteert ja. wat je wil. Rust, vrijheid, vertrouwen, liefde, ja. overvloed. Ja. En het andere gaat meer over nou, dat Beatrix Theater of die theatertour... Ja. en echt die kansen naar je toe trekken. Ja, van, van die kansen die dat mogelijk gaan maken. Ja, vet. Ja. Tof werkboek bij, je bent ja. een perfectionist, dus ja, helemaal ja, gelikt, perfect, ja, mooi opgemaakt. Zeker. En uh, nou, nogmaals, op thijslintad.nl slash manifesteren uh, staat, dat, uh, staat dat voor je klaar. En uh, ik ga er sowieso eentje aanschaffen. Ik, ja, ja uh, je hoeft op... hem niet aan te schaffen Nou, wat hè? lief, dat kan van je. Ik duik overmorgen vliegtuigen in en dan oh, kan ik op vakanties cool. even lekker ja. gaan beginnen met, ja. uh, met uh, mediteren en manifesteren. Zeker. Ja. Super cool. Tof Christine, yeah. um, we hebben een heel mooi uur geluld. Is er nog iets aan het einde van dit mooie gesprek? Of je zegt ja maar Thijs, daar moeten we het toch nog even over hebben. Oh nee. Ik heb, we hebben, zo, we hebben, denk ik al echt heel beknopt in een uurtje heel veel. Ja, volgens mij. Maar het was te gek, het was persoonlijk. We hebben gelachen, ja. we hebben gejankt. Ja. We hebben kennis <laughs> gedeeld, we hebben emoties gedeeld. Ja, en uh, nee, dat cool. mensen kunnen verder. Dan dit is heel erg onderspot. Maar ik moet weer naar het knopje lopen. Want we hebben ook een oh, okay. outro oh, jingle. En oh, na nou ja. die outro jingle sluit ik hem nog even officieel af. Oké, okay, ja. Maar om dan die tijd te vullen. Doe ja? ik naar het knopje te lopen. Dit is onderspot. Maar mag je de camera pakken en een slot wijsheid delen oh, God. met de mensen. Uh, aan het einde van dit mooie gesprek. Dus, dus let's go. Ja, ja, ga maar. Ja, dan moet ik even nadenken. Ja, jongens, de Laatste boodschap die je hebt inzicht. Laatste boodschap. Ja. Wat ik merk, is dat één toch van de belangrijkste dingen als je wil manifesteren, als je je toekomst wil manifesteren, is dat je echt heel goed moet gaan nadenken over wie ben ik. Wie ben dat je, dat je bereid bent eigenlijk om te kijken naar, naar je eigen gedrag, naar de emoties die je hebt, naar de overtuigingen en gedachten die je op dit moment hebt. En zodra je die heel goed kunt herkennen... en dat je steeds bewuster eigenlijk van wordt... hoe sneller je eigenlijk zult gaan transformeren je binnenwereld. En daarmee dus ook de buitenwereld. En hoe meer jij in de meditatie in staat bent eigenlijk... Om je, om je intentie en je emotie in lijn te brengen... en hoe hoger je emotie is, hoe hoger je trilling... en hoe hoger je trilling, hoe sneller je de toekomst naar je toe trekt. Ja, dat is, dat is denk ik magisch. En dan moet je lekker gaan chillen... En fun hebben. En gewoon genieten van het proces. En het loslaten. En dan komen de synchroniciteiten en wonderen komen naar jou toe. Magisch. Dat wordt een snippet op Instagram. Oh, thanks like voor, voor dat slotwoord. <laughs> en thanks voor jou ook als uh, luisteraar of kijker. Check het gewoon ook op YouTube. We zitten hier uh, helemaal in de visie. In, in onze studio. Um, en check thijslindhout.nl slash manifesteren, want dan kun je dus voor 39 euro, inclusief BTW, het meditatiepakket aanschaffen, waarbij eentje gaat over overvloed en vrijheid, en die andere over het aantrekken van groei en kansen. En uh, nou ja, dus of het nou is het, het overwinnen van jaloezie of onzekerheid. Of dat jij iets heel tofs wilt manifesteren in de fysieke wereld. Dat, uh, dat kan gewoon allemaal en dat staat uh, voor jou klaar. Dus maak daar uh, gebruik en uh, misbruik van. En anders uh, gewoon tot volgende week, want dan staat er een nieuwe episode voor jou klaar. Leef intent.